Met de uitdagingen die de komende jaren op het boerenerf af zullen komen, is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de eigen margeontwikkeling. Mark van Lipsig vertelt hoe hij dat aanpakt op zijn bedrijf in het Limburgse Velde. Maandelijks doen wij een financiële liquiditeitsbegroting maken. Dus wij proberen constant in de gaten te houden. Wat zijn de vaste kosten, maar ook andere kosten op het bedrijf. Om te kijken van, ja, wordt er voldoende verdiend. En we hebben daaruit ook gewoon geconstateerd, denk net zoals iedereen, dat de kosten enorm zijn gestegen. En dat we ook weten dat, ja, dat de melkprijs en de marge van de melkprijs dat steeds belangrijker wordt. En dat je ook zelf moet gaan kijken van waar zijn er inkomsten te behalen om een financieel gezond bedrijf te realiseren. We hebben 2015 hebben we de stal gebouwd en 2017 kwam vanuit de melkcoöperatie een fosfaatreductieplan. Dat hebben we ook afgewacht, dus we hebben gekeken van hoe kunnen we daarop verder. En toen wisten we dus dat er in 2018 het fosfaatrechtenstelsel kwam. En ja, voor ons doen waren we het daar totaal niet mee eens, want wij wisten toen wij deze stal aan bouw waren niet dat het fosfaatrechtenstelsel kwam. Toen hebben we een contact gezocht met een melkveehouder, wat tevens weer een klant was van mijn broer als loonbedrijf, om te kijken of er eventuele samenwerking mogelijk was tussen onze bedrijven. Want zijn bedrijf moest weg voor industrie, dus hij zat eigenlijk met vee zonder gebouwen. En wij hadden een half lege stal, dus wij zaten met gebouwen zonder vee. Op dat moment hadden wij zelf nog 180 melkkoeien. En zij hadden ook 180 melkkoeien en die hebben we dus eigenlijk op deze locatie hebben die samengevoegd. Voor een gezond verdienmodel heeft de Nederlandse melkveehouder een marge nodig van minimaal 3 eurocent per 100 kilogram melk. Deze marge dient voor buffervorming en geeft de mogelijkheid om het bedrijf continu te blijven doorontwikkelen. Als je over de groei van het bedrijf hebt, wij mogen hier 400 koeien melken. En ik heb altijd gezegd, ik wil 400 koeien melken, maar wel op een gezonde manier. Dat betekent dus dat wij voldoende land hebben om mest kwijt te kunnen en voer te kunnen winnen. Maar ook dat we een acceptatie hebben van de buurt. Dus als de buurt op een gegeven moment zegt van, familie van Lipsig, het is te veel, dan moeten we daar denk ik wel naar luisteren. En je wilt toch geaccepteerd worden ook door de omgeving. Dus dat is voor ons wel, dus wij willen wel doorontwikkelen en doorgroeien, maar wel met acceptatie. Mark van Lipsig probeert als agrarisch ondernemer om negatieve invloeden op zijn bedrijfsvoering een positieve draai te geven. En als je een bedreiging krijgt, dat kan ook weer een kans zijn. Hier heb je bijvoorbeeld een hele grote, we zitten in een heel groot natuurgebied. Limburgs landschap is hier heel actief. Dat in eerste instantie was het een bedreiging. Nu is het onze buurman, dan gaan we het zien als een kans. Kunnen wij land van hun pachten? Kan het een klant zijn van het loonbedrijf? Kunnen we dan meerdere samenwerkingen uithalen? Dus zo zul je zien. En dus doordat het Limburgs landschap kwam, zijn er ook heel veel melkveebedrijven en andere boerenbedrijven verdwenen. Wat dus ook weer kansen biedt voor ons. Wij konden hier best wel een groot aantal koeien houden, doordat er al veel veehouderijbedrijven weg waren. En zo zal er altijd bedreigingen vormen, maar daardoor zul je ook weer kansen krijgen. Ook bij deze ondernemer zien we dat je ver kunt komen als je dingen doet die bij je past. Maar dat je ook weet waar je naartoe wilt, maar dat je ook je eigen cijfers kent. En dat je breed denkt in oplossingen, want er leiden meer wegen naar Rome om tot je doel te komen. Blijf dicht bij jezelf en zoek daarbij het verdienmodel wat bij je past. Welke strategie past bij jouw melkveebedrijf? Ga naar rabo.nl/verdienmodel. Lees onze visie op de melkveehouderij via rabo.nl/koersbepalen.